Kern van de opleiding. Het is in ieder geval gewoon een economieopleiding. Dan heb je nog typisch Utrechtse benadering. Dat is dat wij heel sterk economie en bedrijfseconomie met elkaar integreren. Dus we hebben het idee dat het heel nuttig is om zowel de economie, de algemene economie te benadrukken als de bedrijfseconomie. De tweede, real world perspective. Dus in het doseren van economie proberen we heel dicht te staan bij de praktijk. Dus we doseren niet alleen maar theorieën en modellen, maar we kijken ook naar de werkelijkheid, naar de realiteit in de samenleving, realiteit in de organisaties. En we proberen daar heel veel voorbeelden uit te halen. En het derde is waarin wij uniek zijn in Economenland, is de grote vrijheid voor studenten. Dus in jaar 1 en het eerste helft van jaar 2 is grotendeels verplicht. Dat zijn de vakken die voor iedere econoom belangrijk zijn, maar daarnaast zijn er al heel veel keuzes. De studenten kunnen heel goed hun eigen pad kiezen in de economie. En wat ik zelf heel leuk vind is dat je de theorie, de modellen, de harde cijfers toepast, bijvoorbeeld gedurende projecten. En dat je daardoor ook merkt, hey, dit werkt wel, dit werkt niet in de praktijk. Dus dat je niet alleen maar zit met de zware stof, maar dat je ook dat in werkelijkheid en naar de realiteit brengt. I think it's a very nice program, a very nice course. It's a 3-year bachelor program and it gives you an insight on all the relevant aspects of economics and business economics. You really have a choice of every aspect of economics, so you can choose what you like most and have a very specific curriculum to what you like. So I think it's very nice that it gives you this independence. Nou ja, ik heb zeg maar in vergelijking met andere studies kun je gewoon een goed beeld krijgen van in verhouding nou welke studie je nou echt prettiger vindt en qua accommodaties ook en het vak waar je verder verblijft zeg maar, krijg je gewoon een goed beeld van de inhoud van de studie echt. Het geeft natuurlijk inzicht wat de school voor sfeer brengt en waarom ik naar Utrecht zou willen. Ik kom zelf helemaal niet uit de buurt, dus ik wil graag een beetje een impressie krijgen waarom ik hierheen zou willen. Wat de studie mij anders kan bieden dan bijvoorbeeld Amsterdam, Rotterdam, etc. Ik denk dat het zeer veel zou bijdragen aan mijn studiekeuze. Ik heb al, denk 2-3 open dagen bezocht. En iedere keer kom ik steeds meer te weten over wat ik wil doen. En ik denk dat deze ook heel veel zal bijdragen. Ik vind het handig dat hier een informatiemarkt is met studenten waar je vragen aan kan stellen die nodig zijn voor jou. En dat je een mini-lecture hebt gekregen, nou, vind ik heel erg fijn, want dan krijg je een beetje indruk wat een les nou inhoudt. Nou, ik vind het goed opgezet. Ja, het is wel duidelijk allemaal en overzichtelijk.